daaronder doen we Wilfred Dets met Wendy Adeling in de bak. En het is close race ook in die zijspannen tegenwoordig hoor. Het is nog steeds aan de leiding William Matthijssen. Dan is Wilfred Dets daar in tweede positie met Wendy Adeling. Derde positie Mitch Gunner met Paul Smit. Stine Zot met... Die gaan nu op naar 4. Van 5 naar 4. Joshua Goudet. Niet zo fijn in staat. Wat klom ook nog. Hij maakt die bocht iets te kort. Omdat die Stine Zot voorbij gaat. Josh Goudet gaat van 4. Van 5 naar 4. Aan de leiding. En wat denkt die Paul Smit nou? Wat doet Mitch nu? Nee hoor, die geeft zich daar volledig aan over. Hij zet hem er bijna onder. Het is er nog steeds Dets daar. En Moeder Tuziani, Henk Snijder, getune machine daar in tweede positie. Het is William Matthijssen aan de leiding, maar dat is een heel ver Dets. Die bocht hoog instuurt, komt hij met veel meer snelheid eruit. Kijk, dat is slim. Maar dan moet hij weten van Gaza. Het is natuurlijk een overwinning van William Matthijssen met Sandra Bollema. Maar dan, maar dan. Matthijssen, Bollema. Dat is een stekker, want die zit er zo heerlijk bij vandaag. Ja, dat ben je gezien.
daar goed gebruik van maakt, samen met Sandra Mollema. Goed, McKillenny, dat is de naam, Michael Schots. En dan in vierde positie is het met een inhaalrace bezig. Groene helmkleur, hupje bij de start. Josh Goodwin, Lee Brown. William Matthijsen, Sander Mollema. Er komt de aanval van Sean Hoffie aan de binnenzijde bij Mitch Gunnar. Sean Hoffie is nog iets van plan. We gaan met die gele vlag met het zwarte kruis. Als je naar beneden kijkt, het lijkt erop dat Mitch daar een probleem heeft. Mitch Gunnar daar in de tweede positie. Ja, die verliest toch niet van snelheid. Kijk, die kijkt naar beneden af en toe. En die probeert hem gewoon vast te houden met volle pakken. Die kijkt al, waar kom je dan? En die gooit de deur weer dicht. En dan moet Sean Hoffie wat proberen. We gaan ook naar een soort wit geblok. Dat is het goede van William Matthijssen. Onze middenkant moet die achteraan aanslaan. Dat is aan de leiding William Matthijssen. Wilfred Nertzen. Ja, als die ketting maar niet breekt, dan zit ze op de tweede plaats. En dan hebben we... George Goodwin met Lee Brown in deze linkerkant. William Matthijssen aan de leiding. Dit op die tweede plaats. Daar achter zit Joshua Goodwin te drukken. En daar komt Mitch Gordon alweer. Gordon rukt op naar plekje 4. Heeft de aansluiting.